Goedemorgen, het is inmiddels 6:15 en het is tijd voor mijn reisje naar Duitsland en Zwitserland met de universiteit voor het vak carrière perspectief voor Nutrition Health, dus voor master. En mijn tas en mijn jas staan daar. Dus ja, we gaan nu fietsen naar de andere kant van Wageningen en dan gaan we in de bus. Ja, het is maar sowieso wel kut. Je moet ook altijd mijn paspoort laten zien. Long queue. Already going to study group. Hallo, even een onderbreking van Luna uit de toekomst. Op dit moment ben ik al op de terugweg van deze reis, maar ik had tijdens alle trucjes niet echt tijd om te kunnen uitleggen wat ik er allemaal van vond. Dus ik wilde eerst over Nestlé zeggen, want ik was van tevoren super sceptisch, omdat ik dat ja, ook gewoon een soort Unilever, een grote multinational vind, die vooral gewoon heel veel winst willen maken en dat het eigenlijk helemaal niet goed is voor de voeding en gezondheid. Dus ik was heel sceptisch van tevoren. Nu hadden ze ook duidelijk erg hun best gedaan met alle supergrote opzetten. We kregen een super lekkere lunch. We kregen allemaal Nestlé chocolaatjes, zelfs Nestlé water, koffie. Waar het koffieapparaat er weer zelfs nog de cupjes in kon doen. Zelfs theecupjes, dat soort dingen. Dus ze deden erg hun best om ons in te palmen. Maar het was dus het research gedeelte van Nestlé. Dus nadat ik ook nog aan het eind een aantal vragen had gesteld aan de onderzoekers daar, snapte ik op zich wel beter waarom je dan bij een bedrijf zou gaan werken. Omdat ze zelf zeiden dat je dan wel meer ook gericht ziet waar je onderzoek toe leidt. Dus je doet een aantal onderzoeken en dan leidt dat toch echt tot een product. En ik snap ook echt dat als je zelf gelooft in dat dat product goed is voor mensen, hun gezondheid, dat het dan voldoenend kan zijn om dan dat soort werk te doen in plaats van aan een universiteit onderzoek doen of zo. Maar goed, dan hadden ze dus ook over bijvoorbeeld groenten verstoppen in voeding voor kinderen. Dus bijvoorbeeld dan in pasta. Dat ik aan de ene kant denk, ja, ik snap heel goed dat je er soort van in kan geloven dat dat heel goed is en dat het een goede verandering is. Maar aan de andere kant is het ook gewoon geld verdienen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat kinderen dus niet leren om groenten te eten en dan dus de rest van hun leven dat ook niet kunnen. Dus nou, uiteindelijk vind ik het eigenlijk toch niet echt een ethisch bedrijf, dus zou ik er niet willen werken. Maar het is in ieder geval wel iets genuanceerder dan ik eerst dacht. Gewoon
is goed. Nou, ik ben dus even Mariska aan het uitlaten, want note zelf, ga nooit met Mariska hardlopen, want dan ga je echt helemaal kapot. Dus we gaan nu even een extra rondje over de atletiekbaan doen. En ze had net ook al een stukje extra heen en weer, zodat ze moeier werd, want ik ben dood. En straks gaan we zwemmen in het meer. Hallo, ben ik weer. Ik wilde ook wat vertellen over de WHO, waar we waren, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik was van tevoren echt super enthousiast dat we daar naartoe gingen, want ik ben heel geïnteresseerd in zeg maar, het biologische deel van voeding en vooral eigenlijk gewoon het menselijk lichaam. Maar ook heel erg in lage middelinkomen landen helpen en iets voor hen betekenen in plaats van voor echt de westerse wereld. En ook toen we naar binnen liepen voelde ik ook echt een ja, deel van macht in het opzicht dat je gewoon echt... Dat de mensen daar echt iets betekenen voor andere landen en voor de hele wereld. Dus ja, dat voelde wel heel ja, passend of zo. Dat ik dacht, ja, dit is wat ik wil. Nu vond ik het heel interessant wat ze allemaal vertelden. Sowieso om te horen hoe de organisatie helemaal werkte. En ook hoe mensen daar dan precies terecht waren gekomen en die baan hadden gekregen. Maar het was ook wel een beetje... ja, dat ze je een beetje bang maakte, omdat heel veel mensen die daar dan terecht waren gekomen al eerst in allemaal verschillende landen hadden gewerkt om echt daar te snappen hoe dan zo'n land in elkaar zit en hoe de overheid daar werkt. Om dan vervolgens dus vanuit de WHO daar verandering in te kunnen brengen. En in dat eerste stukje ben ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Maar het lijkt me in ieder geval wel heel interessant om in ieder geval wat meer onderzoek te doen naar wat de VN nog meer allemaal doet. En misschien bij zo'n soort organisatie of bij een NGO te gaan werken. Dus het bracht in ieder geval heel veel positieve perspectieven. Maar ook wel een beetje realisatie van oké, dit is niet zomaar even de WHO binnenlopen. Wat ook heel logisch is, want het is een heel belangrijke en mooie organisatie. Dat weet ik, maar toch, dan hoop ik er niet helemaal bij. Nee, dat is heel goed.
een beetje wakker blijven.